Men heeft de geuzenpenning uitgereikt aan de krijgsmacht dit jaar. Maar laten we niet vergeten ook aan mevrouw Samar, die opkomt voor de mensenrechten in Afghanistan. Met de toekenning van de geuzenpenning betuigt het stichtingsbestuur zijn bewondering voor de professionele wijze van optreden die de Nederlandse krijgsmacht bij de bescherming van Afghaanse burgers aan de dag heeft gelegd. De militairen verdienen groot respect voor wat zij in Afghanistan tot stand hebben gebracht. En de mannen en vrouwen die werden uitgezonden wisten dat hun taak daar aanzienlijke risico's met zich bracht. Het bestuur van de Stichting Geuzenverzet 1940-1945 heeft, in overeenstemming met de in statuten vastgelegde doelstelling, de Geuzenpenning 2011 eenstemmig toegekend aan de Nederlandse krijgsmacht. Mag ik nu u, generaal Van Oem, vragen naar voren te komen? Ik ben natuurlijk ontstellend trots dat men vanuit de Stichting Geuze dit toch bedacht heeft om dat aan ons te geven. De erkenning, de waardering voor de mensen, maar laten we ook niet vergeten dat het eigenlijk ook een stuk erkenning is voor alle thuisfront mensen. Okay. De Geuzenpenning die uitgereikt is aan de krijgsmacht hebben we op meerdere plekken eigenlijk in Nederland neer kunnen zetten. Naar de media, maar ook in het Verzetsmuseum in Amsterdam. We hebben vandaag met een heleboel leerlingen van in Vlaardingen gesproken. En hebben we kunnen laten zien wat voor geweldig goed werk onze mensen doen. Dus het heeft ons ook een podium gegeven om het goede werk van Defensie nog eens extra neer te zetten.